Goedemiddag, beste deelnemer van de Landschapscontactdag. De volgende 10 minuten neem ik u mee op onze verkenningstocht doorheen de Villaret-kaart. Een nieuw referentiepunt in de historische cartografie van ons land. Tot voor kort nam ik aan, en trouwens samen met mij vele anderen, dat de Ferrariskaart van het einde van de 18e eeuw het absolute begin van de cartografie in onze contreien markeerde. Historici hadden intussen alle archieven doorploegd en het leek ondenkbaar dat er nog nieuwe vondsten aan het licht zouden komen. Tot ik de Villaret-kaart onder ogen kreeg. Niet alleen was ze interessant, gedetailleerd, breedvoerig, bood ze meteen een andere blik op een gebied dat ik net aan het bestuderen was. De Villaret-kaart is ook een streling voor het oog. Ik wou er meer over weten. Wanneer is die kaart precies gemaakt? Wie heeft ze gemaakt? Wat was de aanleiding? Hoe accuraat? En waarom kregen we die kaart eigenlijk nog niet eerder onder ogen? Laat ons eerst eens kijken naar de datering van de Villaret-kaart. Wanneer is die precies gemaakt? Daarvoor keren we terug naar de eerste helft van de 18e eeuw. En daarmee is de Villaret-kaart meteen ook enkele decennia ouder dan de Ferrariskaart. De terreinopnames gebeurden in de jaren tussen 1745 en 1748, of toch voor het grootste deel, want intussen hebben we kunnen achterhalen dat een deel van de kaart ouder is. En dan hebben we het over het grensgebied met Frankrijk. In 1729, 1730 waren Claude en François Masse, vader en zoon, bezig met de terreinopnames voor de streek rond Ypres, Oostende, de Pannonhoord-Frankrijk. Zij deden dat in opdracht van het Franse Hof, dat op dat moment de grensregio in kaart wilde brengen, naar verluid om zicht te krijgen op het ingewikkelde patroon van enclaves langs de grens. Wat mij verrast is het ogenschijnlijke gemak waarmee de Franse cartografen zich in de grensregio konden bewegen. Zolang zij op Frans grondgebied bleven, was er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht, maar staken ze de grens over, dan kwamen ze in de zuidelijke Nederlanden terecht, dat toen tot het Habsburgse Rijk behoorde. En als je weet dat Frankrijk in die periode op gespannen voet met andere Europese mogendheden stond, dan besef je dat het helemaal niet evident was dat Franse cartografen hier zomaar eventjes een deel van het territorium kwamen inmeten. En dan werpen we nu onze blik op het andere deel van de Villaret-kaart. De terreinopnames voor dit gedeelte zijn tot stand gekomen in 1745-48. En de aanleiding voor deze kartering was opnieuw een betwisting over ons grondgebied naar aanleiding van een erfeniskwestie. Frankrijk dat het niet eens was met het feit dat een vrouw, keizerin Maria Theresia, de troon besteeg. Franse troepen vielen opnieuw binnen. Tijdens hun veroveringstocht stuurden ze een groep ingenieursgeografen op pad om het pas veroverde territorium in kaart te brengen. De kaarten kwamen tot stand op het ritme van de veroveringen van west naar oost, in de slipstream van de militaire doortocht door ons land. En dat leverde onder andere een mooie reeks slagveldkaarten op waarbij de troepenposities en kampementen stonden aangegeven. De veroveringstocht verliep voor de rest heel succesvol voor de Franse troepen, zodat ze tegen 1748 voor de poorten van Maastricht stonden. Het karteren ging onverminderd door en tot in 1748 dus de ingenieursgeografen hun karteringsarbeid moesten afbreken als gevolg van een vredesverdrag. Dat stelde dan weer een einde aan de territoriumtwisten en de Franse troepen trokken zich terug en ze verlieten het grondgebied. Op dat moment waren de terreinopnames voor 80 van de voorziene 105 kaartbladen klaar. De Villaret-kaart is dus altijd onafgewerkt gebleven. Toen de militairen dan naar hun kazernes in Frankrijk terugkeerden, namen ze de resultaten van hun terreinopnames mee. En dan kon het eigenlijke karteringswerk pas beginnen. Terreingegevens werden op de juiste positie ingetekend, kaarten werden ingekleurd en op schaal gemaakt. Meestal kwamen er dan ook eerst ontwerpen of minuutkaarten tot stand, vaak op heel verschillende formaten, sommige zelfs op papier van enkele vierkante meter groot. Maar om een heel grondgebied in te tekenen was er nood aan uniformisering in schaal en formaat. En daarom ontwierp men vooraf een raster van genummerde kaartbladen, waar dan elke individuele kaart moest inpassen.
Je zal ook zien dat op elke kaart zelf dan, op elk kaartblad, dunne rode lijntjes als een raster in voorkomen met de Sint-Goerlijkerk in Brussel als het nulpunt. Belangrijk om te weten is dat de Villa Rekkaert volgens de toenmalige nieuwste wetenschappelijke principes is gemaakt. Aan de basis lagen betere meettechnieken en instrumenten. Nog een belangrijke vernieuwing was de berekening van afstanden tussen steden en dorpen met behulp van de driehoeksmeting. Hoewel dat principe eigenlijk al sinds de 16e eeuw bekend was, bij Gemma Frisius onder andere, werd de driehoeksmeting pas in de 18e eeuw systematisch ingezet voor landelijke gebiedsdekkende cartografie. Hoe werkt dat principe van de driehoeksmeting ook alweer? Wel, volgens het principe dat een driehoek volledig bepaald is als één zijde en de aanliggende hoeken bekend zijn. Om te beginnen heb je een oriëntatiepunt nodig, bijvoorbeeld een kerktoren of een opvallende boom. Op standplaats A meet je dan de hoek naar dat oriëntatiepunt in en hetzelfde herhaalt zich op standplaats C. Meet vervolgens de afstand tussen A en C op het terrein in en dan kun je van daaruit de afstand naar de kerktoren berekenen. Het wordt pas echt interessant als je dit meetproces kunt herhalen met andere oriëntatiepunten in het vizier. En zo vormt zich een netwerk van driehoeken met herkenningspunten op het terrein waartussen je de afstanden kunt berekenen. Toevallig was het een Frans geslacht van astronomen, Cassini de Turie, dat de basis legde voor een exactere plaatsbepaling met behulp van lengte- en breedtegraten. César François Cassini de Turie was de eerste die op het idee kwam om een triangulatienetwerk langs de meridiaan uit te zetten. Hij stelde een driehoeksnet voor heel Frankrijk samen en tijdens de Franse veroveringstocht doorheen de zuidelijke Nederlanden werd hij dan ook gevraagd om zo'n driehoeksnet voor onze contrée te komen inmeten. In 1746 kwam hij hier ter plaatse en stelde zo een driehoeksnet samen van 23 driehoeken over een oppervlakte van de kust tot Tongeren. En zo is eigenlijk de Villa Rekkaert voor onze streken de eerste topografische kaartreeks die op een triangulatienetwerk is gebaseerd. Nog een nieuwigheid. De kaartbladen zijn gemaakt volgens een gemeenschappelijke stijl met kleuren en symbolen. Die eenvormigheid kwam er samen met de oprichting van gespecialiseerde opleidingen voor landmeters in de 18e eeuw, waardoor er geleidelijk een wetenschappelijke stijl van cartografie ontstond. Rechts zie je hoe de Villa Rekkaert relief weergeeft, met schrapjes bijvoorbeeld en niet met hoogtelijnen, zoals dat later in gebruikelijk is geworden. Voor de aardigheid hebben we daar het digitale terreinmodel naast gezet. En wat opvalt is de behoorlijk accurate weergave van de reliefvormen. In dit geval de Stiaanheuvel bij Leuven. De gelijkenissen zijn treffend. En dan volgt onvermijdelijk de vraag of de Villa Rekkaert in vergelijking met de bekende Ferrariskaart een nieuw referentiepunt is. Ja, dat denk ik wel. De Villa Rekkaert is enkele decennia ouder en doet onze historische blik op onze vroegere menselijke omgeving verder rijken. Daardoor merken we nu veranderingen op die we voorheen niet konden zien. Bijvoorbeeld een overstromingsgebied dat er enkele decennia later niet meer is. Of bijvoorbeeld gemeenschappelijke beheerde gronden die even later al geprivatiseerd zijn. Ze getuigen van een dynamiek in het landschap die we eerder niet vermoeden. Daartegenover staat wel dat de Ferrariskaart gebiedsdekkend is. Villares stelt de dingen soms ook anders voor of focust op andere kenmerken. Details zoals tumuli, galgen, schansen, kalkovens, groeven geeft hij veel explicieter weer. Daartegenover staat dat de Ferrariskaart aandacht heeft voor administratieve grenzen, zoals enclaves. Dingen die je bij Villares niet zult terugvinden. Op sommige kaartplaten lijken de meetfouten ook veel minder groot te zijn, maar dit is eigenlijk voorbarig, want een echte studie naar de nauwkeurigheid van de Villa Rekkaert is er vooralsnog niet. Leggen we al deze overwegingen in de balans, dan merken we dat eigenlijk niets in het voordeel van de Villa Rekkaert of Ferrariskaart doet overhellen. De twee kaarten zijn weliswaar anders en vullen elkaar eigenlijk in meerdere opzichten aan. We zijn er ons van bewust dat de naam van de Villa Rekkaert verre van ideaal is, want hij doet vermoeden dat Villaret de maker van de kaart is en eigenlijk is dat maar gedeeltelijk juist. Villaret is namelijk één van de makers. Voor de productie van zo'n kaart had je eigenlijk heel veel mensen nodig en naast Villaret zijn er minstens nog 12 andere Franse ingenieurs geograaf geïdentificeerd die ook terreinopnames deden. Dus eigenlijk kon elk van hen zijn naam aan de kaart geven.
Maar van Villaret zijn we trouwens helemaal niet zeker dat hij het karteringsproject heeft geleid. Hij was gewoon de hoogste militair in rang en daarom is de depothouder van de kaart zijn naam met de kaartbladen gaan verbinden. Maar accuraat is dat eigenlijk niet. De reden waarom we toch Villaret-kaart gebruiken is omwille van de eenvoud. Je zou er ook een omschrijving kunnen aangeven zoals de depothouder van de kaart dat eerder deed. Zoals bijvoorbeeld carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournai. Maar ik vind dat nogal omslachtig. De Villaret-kaart bekt gewoon beter. Voor we afronden met een filmpje over hoe je de kaart kunt raadplegen, wil ik hulde brengen aan de man die dit alles heeft mogelijk gemaakt. Karel van de Goer. Met kerstmis 2015 overleed hij onverwacht. Maar hij is de man die de Villaret-kaart herontdekt heeft in het Institut National de l'Information Géographique et Forestière in Parijs. Voor Franse historici was deze kaart helemaal niet interessant, waardoor ze heel lang onbekend is gebleven. Maar Karel van de Goer begreep het belang van zijn vondst. Zijn enthousiasme stak veel mensen aan en zijn openheid heeft ertoe bijgedragen dat de kaart intussen ook volledig ingescand is geraakt en als open data aan een breed publiek wordt aangeboden. Wilt u nu zelf met de Villaret-kaart aan de slag, dan kan dat op twee manieren. Ten eerste, u gebruikt een GIS-systeem zoals QGIS of ArcGIS. Wel, dan kunt u de kaart inladen door te verbinden met een WMS-server waarvan u de URL in de map van de landschapscontactdag vindt. Zo kunt u de kaart naar eigen believen bewerken en manipuleren. Er is ook een tweede eenvoudige manier om de kaart te raadplegen, met name via internet. Dat doet u als volgt. Open uw internetbrowser zoals Firefox of Google Chrome. In de bovenste balk tikt u geoonroerenderfgoed.be in, zodat u naar de geoportaalsite van Onroerend Erfgoed gaat. Dit is een website met veel kaartmateriaal over onroerend erfgoed. In de zoekbalk gaat u op zoek naar de locatie waarvoor u de Villaret-kaart wil visualiseren. Ga opnieuw naar de paarse balk bovenaan, knop Lagen, daaronder zitten onder meer de historische kaarten. Vink de Villaret-kaart aan, klik Lagen uit en vanaf nu kunt u navigeren, inzoomen, uitzoomen, wat u maar wil. En hiermee zijn we aan het einde van ons verhaal gekomen. Ik hoop dat de achtergrondinformatie en de fragmenten uit de Villaret-kaart uw nieuwsgierigheid hebben geprikkeld. Neem de Villaret-kaart bij de hand en doe er iets mee. Succes!